Yo, welkom bij Geld op Geld. Het is alweer mei, dus weer tijd voor de top 3 aandelen van deze maand. Het is natuurlijk ook earnings season. Heel veel bedrijven hebben de afgelopen weken kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nou, deze drie bedrijven hebben ook alle drie kwartaalcijfers bekendgemaakt. En als je het mij vraagt, hele mooie cijfers. Bij alle drie speelt er ook van alles en nog wat. En als je het mij vraagt, op dit moment drie echt hele interessante voor de lange termijn. Dus laten we erin duiken. Aandeel nummer 1 is. Amazon. Ja, Amazon is mijn 1 na grootste positie en ik blijf heel optimistisch over Amazon, zo rond de 100 dollar per aandeel. Amazon heeft laatst ook kwartaalcijfers bekendgemaakt, daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Verder is Amazon een van de grootste bedrijven ter wereld met een marktwaarde van iets meer dan 1 biljoen dollar. De grootste op het gebied van e-commerce met AWS, de grootste op het gebied van cloud. Nou, verder zijn ze heel erg bezig met advertenties, groeien ze daar heel hard mee. en... Ik denk dat dat de komende jaren echt heel erg hard zal blijven groeien. Uiteindelijk heel winstgevend zal worden. Ga ik zometeen nog veel dieper op in. Nou, verder bezit Amazon uh, Twitch en bezitten ze Whole Foods. Zijn ze bezig met streamingsdiensten uh, en investeren ze nog steeds in van alles en nog wat. Maar als we even naar het aandeel gaan kijken, dan zien we dat Amazon het afgelopen half jaar niet zo heel veel heeft gedaan. Wel, wat is gestegen. Als we echt ver gaan uitzoomen, dan zien we dat Amazon het nu natuurlijk heel erg goed heeft gedaan als we naar de afgelopen vijf jaar gaan kijken, dan zien we iets heel erg interessants. De afgelopen vijf jaar heeft Amazon eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Was eerst flink gestegen naar de ongeveer 160, 170 dollar per aandeel, toen flink gezakt en nu zo rond de 100 dollar per aandeel, oftewel ongeveer net zo hoog als vijf jaar geleden. En nou denk ik zelf wel dat Amazon in 2018, 19, 20, 21 heel duur was, misschien wel te hoog gewaardeerd was, maar nu is Amazon als aandeel net zo hoog als vijf jaar geleden? Maar als bedrijf is Amazon veel verder, is heel hard gegroeid. En daardoor is de waardering nu alleen maar interessanter geworden. Nou, laten we eerst even beginnen met de kwartaalcijfers. En dan even het een en ander doornemen waarom ik Amazon zo interessant vind. Ik ga er niet heel erg diep op in, want ik heb de kwartaalcijfers al in een ander filmpje doorgenomen. Maar goed, Amazon is gegroeid met 9% wat betreft omzet. En voor een bedrijf dat zo'n beetje het meeste omzet doet van alle bedrijven ter wereld. Is 9% omzetgroei. Zeker met al die dingen die nu macro-economisch schade zijn, is dat gewoon heel erg netjes. En even heel kort samengevat: hebben ze wat meer winst gerapporteerd dan wat werd verwacht. Wat meer omzet, ongeveer 3 miljard dollar meer omzet dan wat werd verwacht door analisten. AWS deed het iets beter met advertenties: 9,5 miljard dollar, 9,1 miljard dollar werd verwacht. Hele mooie cijfers, maar toen kwamen ze met wat slechtere vooruitzichten wat betreft AWS. Waardoor het aandeel niet flink is gestegen. Maar goed, laten we even kijken naar het volgende. Een hele interessante. Kijk, die online stores, physical stores, allemaal leuk en aardig. AWS is natuurlijk een hele interessante en zal op de lange termijn heel belangrijk blijven. Is nu al winstgevend, zal heel erg winstgevend blijven ook. Maar ik wil even wat dieper ingaan op het volgende. Namelijk advertenties, advertising services. Die zijn nu weer gegroeid in het laatste kwartaal met. 21% naar de 9,5 miljard dollar aan omzet uit advertenties. En dat is natuurlijk helemaal netjes, omdat er macro-economisch gezien van alles speelt. Een Google, een Meta, Pinterest, Snapchat, ga ze maar door. Die geven allemaal aan dat ze nu merken dat die advertentie-business wat zwakker is. Maar daar lijkt Amazon helemaal geen last van te hebben. En ik denk dat het is omdat Amazon met hun advertenties gewoon beter, doelgerichter en efficiënter kan adverteren. Waarom is dat zo? Nou, laten we even kijken naar Amazon.com, want men zoekt hier letterlijk naar producten die ze willen kopen. Je kan letterlijk hierboven intypen wat je wil kopen en daardoor kan Amazon gewoon heel goed, heel doelgericht adverteren. Een Meta of een Google en andere social media-platformen, die werken natuurlijk met algoritmes. En die algoritmes die zijn heel erg goed, die kunnen heel goed bepaalde dingen aanbevelen, maar dat zal nooit zo goed en efficiënt werken als mensen die letterlijk intypen wat ze willen kopen. Hier even als voorbeeld een aantal dingen die trending zijn. Nou, Mother's Day Gifts for Wife. Zien we meteen een aantal producten. Een aantal dingen die je nou, meteen eigenlijk kan bestellen. Die over het algemeen ook heel erg snel worden geleverd. Met een hele goede service. Ga zo maar door. En we zien ook dingen die gesponsord zijn. Bijvoorbeeld naar nou, dit hier beneden. Als ik hierop klik, dan moet die adverteerder letterlijk nu al Amazon betalen voor deze klik. Ik hoef het product niet eens te kopen. Adverteerders die betalen Amazon heel veel voor alleen maar kliks, omdat adverteerders willen dat je op hun producten klikt. Een hele interessante natuurlijk voor Amazon en aangezien ze de grootste speler zijn op het gebied van e-commerce, ja denk ik zelf dat dat nog steeds heel veel potentie heeft en dat die advertising business een hele interessante is voor de lange termijn ook voor Amazon en dat het op de lange termijn ook heel erg veel winst zal opleveren, omdat het schaalbaar is, omdat ze daar niet zo heel veel voor hoeven te doen. Nou, het laatste kwartaal dus 21% omzetgroei, wat natuurlijk heel erg netjes is. En zeker ook netjes als we het even vergelijken met bijvoorbeeld een meta, die 3% omzetgroei heeft laten zien. Als we het vergelijken met een Google, Google heeft met hun advertenties niet gegroeid. Met Google Advertising, en dan heb je het over Google Search, YouTube Ads en Google Network, zijn ze van de 54,66 miljard naar de 54,548 miljard gegaan. Ze hebben minder omzet uit advertenties, terwijl Amazon met 21% groeit wat betreft advertenties. In totaal is Google trouwens wel wat gestegen, maar dat komt vooral door Google Cloud en Google Other. Maar goed, Amazon groeit nog steeds heel hard met die advertenties. En ik denk dat dat ook een hele interessante is voor de lange termijn, waar ik niet echt per se eerder zo diep op in ben gegaan. Maar ik denk echt wel dat, dat die advertenties in combinatie met een AWS en die subscription services dat die heel veel winst zullen genereren over de langere termijn. Nou, verder nog een dingetje waar ik even dieper op in wil gaan, namelijk het verhaal van AWS. Dat ze verwachten dat AWS 5% minder hard zal groeien in het eerste kwartaal dan wat werd verwacht. Dit hebben ze bekendgemaakt tijdens de earnings call. En dit is ook de reden waarom Amazon niet heel hard is gestegen na hun hele mooie cijfers. Want bij de cijfers van Amazon zagen we eigenlijk het volgende gebeuren. Ze hadden bekend bekendgemaakt en Amazon steeg gewoon met meer dan 10% na beurs. Toen kwam de earnings call. Nou, toen hebben ze dus aangegeven dat AWS minder hard zal groeien komend kwartaal. En toen was Amazon opeens weer flink gedaald. Dus weer terug bij af. En in dit geval ja, is de verwachting voor AWS gewoon laag voor komend kwartaal. En als aandeelhouder is het natuurlijk juist heel erg fijn. Je wil natuurlijk juist heel graag dat verwachtingen laag zijn... Want als je dan met lage cijfers komt, die ongeveer zo laag worden verwacht. Kan een aandeel misschien of niks doen of zelfs misschien gaan stijgen. Als je echter met redelijke cijfers komt, die beter zijn dan de lage verwachtingen. En dan kan het aandeel uiteindelijk volgend kwartaal of het kwartaal daarna juist flink gaan stijgen. Er is altijd wel wat gaande bij Amazon. Maar ja, ik denk op dit moment vanwege verschillende redenen en hele interessante. Amazon groeit nog steeds heel hard. Verwachtingen zijn wat lager. Wat denk ik alleen maar goed is. Ja, verder heeft Amazon een relatief lage waardering, zeker een lage waardering ten opzichte van het verleden. Nou focust Amazon zich nog niet heel erg op winstgevendheid, waardoor die PE-ratio ja, een vertekend beeld geeft, waardoor je daar niet echt naar kan kijken. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de price-to-sales ratio. Je betaalt bij Amazon nu niet eens twee keer de omzet van Amazon. Kunnen we ook even hiernaar kijken. Ten opzichte van 2018, toen het aandeel net zo duur was als nu. Maar toen was de price-to-sales ratio ongeveer drie. Op een gegeven moment. Bijna 4. En in 2020 was de prijs-to-sales ratio zelfs hoger dan 4. Toen het aandeel veel hoger stond. Nou, het aandeel is flink gedaald. Plus, Amazon doet nu veel meer omzet. Waardoor Amazon nu een prijs-to-sales ratio heeft van ongeveer 2. Ja, Amazon is aantrekkelijker gewaardeerd. Groeit nog steeds heel hard. En ik denk op dit moment nog steeds voor de lange termijn ja, echt een hele interessante. Aandeel nummer 2 is Tesla. Ja, Tesla is mijn allergrootste positie. En ook bij Tesla is er van alles en nog wat gaande. Dus daar wil ik even dieper op ingaan. Tesla heeft laatst onder andere hun impact report van 2022 bekendgemaakt. Ja, daar is echt heel veel informatie in te vinden. Ja, en verder als aandeel heeft Tesla natuurlijk ook eerst heel erg goed gedaan. Enorm hard gestegen, ongeveer keer 20 gegaan in een hele korte tijd. Toen heel hard gezakt en nu ten opzichte van die bodem eerst flink gestegen tot ongeveer 214. En nou, nu weer wat gezakt naar ongeveer 160. Ik heb nu een order klaarstaan om hem voor 150,1 te kopen. We zullen zien of hij daar gaat komen, maar ja, ik blijf Tesla zo rond dit punt echt wel een hele interessante vinden voor de lange termijn. Nou, Tesla, die heeft laatst ook kwartaalcijfers bekendgemaakt. Tesla is met 24% gegroeid wat betreft omzet, wat voor Tesla natuurlijk heel erg weinig is. Maar gezien wat, wat er allemaal speelt wereldwijd, macro-economisch gezien, ja, is 24% misschien zelfs voor Tesla niet heel erg slecht. Ze doen het natuurlijk veel beter dan alle andere autofabrikanten, maar goed, ze zijn natuurlijk ook veel duurder op de beurs. Maar... Ford heeft laatst ook haar taalcijfers bekendgemaakt. En dat is even een interessante waar ik even wat dieper op in wil gaan. Want Ford kwam met hele mooie cijfers. Vooral heel mooi wat betreft omzet, wat betreft winst. Maar hun omzet en winst uh, is op dit moment eigenlijk alleen maar uit hun ice vehicles, Dus de traditionele brandstofauto's. Met hun elektrische modellen zoals we hier beneden zien met die Ford Model E. Hebben ze 700 miljoen dollar verlies gemaakt. En een EBIT-marge van min 102%. En dat is denk ik echt wel een heel groot probleem. Min 102% marge. In het geval van Ford betekent dit dat ze voor elke verkochte auto nu ongeveer 60.000 dollar verlies maken. Dus ze verkopen een auto, 60.000 dollar verlies. Ze verkopen een auto, 60.000 dollar verlies. En nou is het natuurlijk wel zo dat ze nog aan het opschalen zijn. En over de lange termijn, over 3, 4, 5 jaar... Moet het natuurlijk wel gunstiger worden. Over de lange termijn willen ze er natuurlijk wel winstgevend mee worden. Maar ik ben wel heel erg huiverig. Wat betreft hun uh, vooruitzichten. Wat betreft winstgevendheid. Want winstgevend auto's opschalen. Is gewoon heel erg moeilijk. Dat heeft Tesla ook laten zien. Tesla heeft in 2018, 2019 ook veel problemen gehad. Maar het is Tesla uiteindelijk wel gelukt. En of het Ford ook gaat lukken. Is denk ik nog een heel groot vraagteken. Er zijn nu natuurlijk... Wereldwijd veel problemen gaande, rentes zijn hoger, het wordt moeilijker voor mensen om auto's te kopen. Auto's zijn over het algemeen duurder geworden. En Ford, ja, die probeert nog wel wat prijzen te verlagen, maar ze kunnen eigenlijk niet echt prijzen blijven verlagen, omdat ze zoveel verlies maken. En als we er even rekening mee houden dat in de toekomst steeds minder en minder ijsvehicles ijsveh verkocht zullen worden, dus zegt de traditionele automerken, steeds meer en meer elektrische voertuigen. Ja, dan heeft Ford misschien de komende jaren wel een heel groot probleem. Nou, denk ik trouwens dat nou, deze exponentiële groei van elektrische voertuigen nog veel sneller zal zijn dan dit: dat we in 2030 veel meer dan 40% van de totale markt zullen hebben, totaal elektrisch van nieuw verkochte auto's. Maar goed, het gaat even om het idee. Elektrische voertuigen zullen exponentieel blijven groeien. Terwijl traditionele brandstofauto's exponentieel zullen blijven dalen. Het gaat er dus om hoeveel winst autofabrikanten met elektrische voertuigen kunnen maken. Over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar. En hoe verder we in de tijd gaan, hoe meer we zien dat het toch wel heel erg lastig is. Hoe meer problemen we zien bij zogenaamde Tesla killers. Zoals een Ford met hun elektrische voertuig, of een Lucid of een Rivian of misschien deze, de Chevrolet Bolt, de Chevy Bolt, want GM die geeft ook aan: "Ja, we gaan ermee stoppen. GM to end production of electric Chevy Bolt. It's first mass market EV later this year." Die Chevrolet Bolt, dit moest de massa voertuig worden van General Motors. Dit was de betere auto dan Tesla, dit was de goedkopere auto dan de Tesla. Dit was de Tesla killer, maar nu een aantal jaar later Gaan ze ermee stoppen? Want het blijkt toch echt, echt wel heel erg lastig. Ze hebben heel veel problemen met die Chevrolet Bolt gehad. En nu gaan ze er uiteindelijk mee stoppen. Ze hebben wel een ander plan. Ze gaan weer nieuwe elektrische voertuigen maken. Maar zo zie je maar hoe lastig het wel niet is om echt op te schalen met die elektrische voertuigen. En vooral een hele belangrijke: om mooie marges te hebben en om winstgevend te worden. Dat is Tesla natuurlijk wel gelukt. En Tesla zal de komende jaren exponentieel hard blijven groeien en blijven opschalen. Nou, laten we ook even naar de 2022 impact report kijken die Tesla onlangs bekend heeft gemaakt. Um, echt een aanrader om even door te nemen, maar ik zal even de nou, belangrijkste en leukste dingen even snel doornemen. Waaronder deze dat Tesla 1,3 miljoen elektrische voertuigen heeft geleverd in 2022. En daarmee was Tesla de grootste elektrische autofabrikant ter wereld. Ook groter dan BYD. Er zijn veel mensen die denken dat BYD wel groter is, omdat BYD meer heeft gedaan qua aantallen. Maar dat is omdat BYD ook heel veel hybrides verkoopt. Als we puur naar elektrische voertuigen kijken, is Tesla natuurlijk exponentieel heel hard opgeschaald. En waren ze in 2022 de grootste? Worden waarschijnlijk in 2023 ook de grootste? En ik denk op de lange termijn dat ze de grootste zullen worden. Met ook nog heel belangrijk de hoogste marges. Nou, verder is de model Y natuurlijk een heel groot succesverhaal: de meest efficiënte elektrische SUV. En ja, niet voor niks. De Model Y is in het eerste kwartaal van 2023 de best verkochte auto in heel Europa. Dus niet de best verkochte elektrische auto. Nee, de best verkochte auto van Europa. En in Amerika zijn ze ook de best verkochte auto. Als je de pick-up trucks niet meerekent. Want ja, die pick-ups zijn natuurlijk heel erg populair in Amerika. Als je die wel meerekent, dan staan ze op de derde of vierde plek even uit mijn hoofd. Maar goed. De Model Y is natuurlijk heel erg succesvol. En daar zijn ze nog steeds mee aan het opschalen. En daar zullen ze waarschijnlijk in de toekomst alleen maar meer van verkopen. Nou, hier ook nog een hele interessante namelijk hoe duur in dit geval een Model 3 is. Een Model 3 in totaal is ongeveer net zo duur als een Toyota Corolla. Een Toyota Corolla wordt gezien als een hele goedkope auto eigenlijk. Maar uiteindelijk, op de langere termijn, is een elektrische auto, in dit geval een Model 3, gewoon heel erg goedkoop. Qua aanschaf is die wel wat duurder dan bijvoorbeeld een Toyota Corolla. Qua onderhoud veel en veel goedkoper, maar ook qua gebruik, qua energie ook nog eens goedkoper. En op de lange termijn ja, zijn elektrische auto's gewoon steeds goedkoper aan het worden. En dat men over zeggen een jaar of tien waarschijnlijk vooral elektrische auto's zal kopen, denk ik in ieder geval. En dat is gewoon niet alleen maar omdat het beter is voor het milieu en omdat veel autofabrikanten daar naartoe gaan. Omdat overheden daar naartoe gaan en gaan ze maar door. Nee, dat is ook gewoon omdat het economisch gezien beter is. Elektrische voertuigen die worden steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper. Ze zijn nu al ongeveer net zo duur wat betreft aanschaffen. Ze zitten nu zo'n beetje op zo'n kantelpunt. Over een jaar of vijf of tien worden ze zelfs goedkoper. Want er zijn gewoon minder bewegende delen in elektrische voertuigen. Ze zijn makkelijker om op te schalen. Uh, plus, ze zijn gewoon goedkoper om te gebruiken. Elektriciteit is gewoon goedkoper dan bijvoorbeeld benzine of diesel. Nou, hier zien we dan ook nog eens dat Tesla van plan is om met de next-gen kosten te halveren. Als dat lukt met de nieuwe, zeg even Model 2, ja, dan gaat dat al helemaal een succesverhaal worden. Uh, dan hoeven ze waarschijnlijk niet eens echt veel marge in te leveren terwijl ze prijzen blijven verlagen. Nou, verder met de superchargers. Natuurlijk een heel groot succesverhaal. Uh, ja, die superchargers die werken eigenlijk zo goed als altijd, willen ze hier laten zien. 99,95% uptime in 2022. Nou, verder zien we hier ook nog hoe veilig uh, Tesla is. De Model Y en de Model S, die scoren eigenlijk het hoogste bij de Euro NCAP overall score. Ze worden gezien als zo'n beetje de veiligste auto's. En hier wordt er gekeken naar nou, van alles en nog wat. Naar kreukelzones, naar impact, naar uh, uh, sensoren, ga zo maar door. Nou, verder ook nog een hele mooie, denk ik zelf, namelijk dat de beste engineers het liefst bij SpaceX eigenlijk vooral willen werken, nummer 1. Maar nummer 2, Tesla. Twee bedrijven van Elon Musk. En dat is ook natuurlijk een heel groot voordeel van een Tesla of een SpaceX. Er zijn heel veel echt hele goede engineers die niet per se naar een Tesla of SpaceX voor het geld gaan, maar gewoon omdat ze willen bijdragen aan een succesverhaal of aan milieu of techniek of zelfrijdende auto's of wat dan ook. In ieder geval willen de beste engineers heel graag bij SpaceX of Tesla werken. En als de beste engineers naar bijvoorbeeld een Tesla gaan, ja, dan zullen zij qua Techniek qua innovatie waarschijnlijk ook voorop blijven lopen. Omdat daar gewoon de slimste, beste engineers werken. En dan heb ik het nog niet eens over energie gehad. Waar Tesla nog heel veel potentie mee heeft. Laatste kwartaal, hele mooie cijfers. En dat zal de komende kwartalen waarschijnlijk heel hard blijven groeien. Ik heb het ook niet over autopilot en FSD gehad. Nou ben ik zelf nog een beetje huiverig over FSD. Maar zelfs als het ze niet lukt om het echt helemaal op te lossen met. Level 4, 5, autonomie. Dan zullen ze waarschijnlijk nog steeds heel veel inkomsten genereren uit software. Uit onder andere full self-driving in dit geval. Ja, al bij al is Tesla gewoon een heel mooi, heel uniek bedrijf, denk ik zelf. En ik weet het, Tesla heeft een relatief hoge waardering. Maar als je even doorrekent en als je denkt dat Tesla de komende 5 of 10 jaar hard zal blijven groeien, dat ze uiteindelijk hele grote aantallen zullen doen wat betreft auto's. Met betere marges dan de rest. Met heel veel potentie. Met energie. En met zelfdriving. Uh, met uh, misschien een robot. Met verzekeringen. Met software in het algemeen. Ga zo maar door. Ja, dan is Tesla denk ik op dit moment gewoon een prima gewaardeerd aandeel. En mijn plan is om Tesla gewoon vast te blijven houden. Zolang het verhaal blijft kloppen. Zolang andere autofabrikanten problemen blijven houden ten opzichte van Tesla. Zolang Tesla betere marges blijft houden. Zolang Tesla hard blijft groeien. En ga zo maar door. Ik heb zelf nu een order klaarstaan om hem bij te kopen voor de ongeveer 150 dollar. Mocht hij daar komen, helemaal prima. Mocht hij nog lager gaan, wil ik nog meer Tesla kopen. Want ik blijf het een hele interessante vinden voor de lange termijn ook. Aandeel nummer 3 is Pfizer. Heel wat anders, maar Pfizer is weer wat gezakt. Naar ongeveer 38 dollar. En ik denk daardoor alleen maar interessanter. Pfizer heeft ook haar taalcijfers bekendgemaakt. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar nou, Pfizer is echt wel een typisch dividend aandeel. Met een dividendpercentage van 4,2%. Een vrij lage waardering, en op dit moment gewoon wat minder populair dan een paar jaar geleden. Maar ik denk daardoor eigenlijk alleen maar interessanter, omdat die is gedaald. Kijk, als we naar de afgelopen vijf jaar ongeveer gaan kijken, dan zien we dat Pfizer ook eerst flink was gestegen. Onder andere vanwege de vele vaccins die ze verkochten, vanwege de pandemie. Nou, nu natuurlijk veel minder, omzet is ook wat gezakt. En nu staat Pfizer ongeveer nou ja, net zo. Hoog als voor de pandemie. En ik denk ja, daardoor eigenlijk alleen maar interessanter. Want als bedrijf zijnde ja, heeft Pfizer wel heel veel winst kunnen uh, maken. Vanwege onder andere die vaccins. Nou, Pfizer heeft dus ook kwartaalcijfers bekendgemaakt. En die cijfers zelf waren prima. Beter dan wat werd verwacht. Inderdaad een daling van de uh, vaccins. Wat denk ik ook niet zo heel erg gek is. Als we even kijken naar de cijfers zelf. Een IPS van 1,23%. 98 cent winst per aandeel werd verwacht, dus meer winst per aandeel dan wat werd verwacht. 18,28 miljard dollar aan omzet, 16,59 miljard werd verwacht. Maar wat betreft de vaccins tegen de pandemie in het algemeen, ja, dat is wat slechter. Vooruitzichten daarvan zijn slechter, waardoor het aandeel niet zo heel veel heeft gedaan. Is niet echt flink gezakt, is wel wat gezakt naar die cijfers van ongeveer 39 naar nu inderdaad de ongeveer 38. Maar Pfizer is een van de grootste biotechbedrijven ter wereld. Ze doen natuurlijk veel meer dan alleen maar die vaccins. Zij verwachten zelf nou zeg van 2025 tot 2030 hard te kunnen blijven groeien. Voor een vrij laag gewaardeerd uh, aandeel, natuurlijk. Hard te blijven groeien. Voor Tesla zijn dit natuurlijk een hele lage percentages. 6% groei of 10% groei per jaar. Nou, Pfizer verwacht nog wel netjes te blijven groeien voor een laag gewaardeerd aandeel. Prima cijfers. Verder hebben ze nog van alles en nog wat. Allerlei producten. Allerlei verschillende medicijnen. Waar ze nog heel veel omzet en winst mee verwachten te genereren. En ze hebben ook van alles en nog wat in de pipeline. Dit zijn even een aantal producten. Die na 2024 waarschijnlijk worden gelanceerd. Die dus op de langere termijn veel potentie hebben. Ja, en zo is Pfizer met echt van alles en nog wat bezig. Nogmaals, ja, Pfizer is gewoon een van de grootste biotechbedrijven ter wereld. En ik denk zelf dat dit soort aandelen. Juist altijd interessant zijn om te kopen bij dalingen, bij dips, als ze juist minder populair zijn. Kijk, als er straks misschien weer een heel succesvol medicijn is, of iets dat juist heel populair wordt, en als het aandeel dan weer flink gaat stijgen, als het aandeel dan weer misschien ongeveer gaat verdubbelen, ja, dan wordt het aandeel minder interessant. Maar nu juist omdat Pfizer is gedaald als een van de grootste biotechbedrijven met een relatief lage waardering, denk ik zelf dat Pfizer als een dividendaandeel echt wel een hele interessante is. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. En klink er blij voor me, zou ik echt waarderen. Ja, altijd leuk om deze filmpjes te maken. Drie aandelen waarvan ik in ieder geval denk dat het hele interessante zijn voor de lange termijn. Ja, vergeet niet, ik ben geen financieel adviseur. Ik weet ook niet wat die aandelen gaan doen. Zeker niet over de korte termijn. Maar goed, ik denk wel dat Tesla en Amazon heel interessant zijn. Ja, mijn grootste en één na grootste posities. Waar van alles en nog wat gaande is. Cijfers die bekend zijn gemaakt en nog veel meer. Dan hebben we Pfizer, heel wat anders, heel controversieel aandeel natuurlijk, maar een dividendaandeel waarvan ik denk dat die vanwege de waardering ook op dit moment een hele interessante is voor de lange termijn. Nou, laat me dan ook even in de comments weten wat je zelf van deze drie vindt. En dan zou ik weer zeggen: Dankjewel voor het kijken, en tot de volgende keer weer en later.